Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer tijd om de kerstinkopen te doen. Maar hoeveel wordt er eigenlijk uitgegeven? We gaan Breda vragen. Ja, een beetje, maar we gaan het eigenlijk nu doen. Niet doen? Je bent nu onderweg? Ja. Nou, nog niet. We gaan alles vers halen, maar over een paar dagen zeker wel. Ik ben ermee bezig. Ik ben het aan het voorbereiden en stukje bij beetje alles in huis aan het halen. Wij doen geen kerst inkopen. Ik vier kerst bij mijn zus. En daar worden de cadeautjes uitgedeeld? Ja. Oké. Dat heeft een goed leven wat dat betreft. Zeker. Ja. Helemaal niet, want ik heb alle mooie kerstspulletjes, meer dan 30 jaar oud. De kerstkrokjes zijn echte hummeltjes. Heb ik ooit hier bij Ramen gekocht, zo lang is het daar geleden. En daar, heb ik altijd, daar geniet ik er eigenlijk nog steeds van. Nee, nog niet. Dat is allemaal helemaal vers natuurlijk. Ja. Druk aan het werk nog eerst? Ja, zeker. Ja. Eens even kijken, een stuk of 5, 6. 5, 6 cadeaus. Ja. En dan moeten we denken aan wat voor prijsklasse ongeveer? Ja, verschillend. Verschillend tussen de 50 en 100 euro. Ja. Weet u ook hoeveel uw zus ongeveer jaarlijks uitgeeft aan de kerstcadeaus? Nee, ik niet, want we worden uitgenodigd bij mijn zus voor een gezellig avondje in Bavel. De eerste kerstdag en tweede kerstdag bij een andere zus. En we doen alles Sinterklaas, moet ik zeggen. En geen kerstcadeautjes. Dus met Sinterklaas wordt eigenlijk alles al verdeeld? Juist, met Sinterklaas wordt alles gedaan. De Sinterklaas cadeautjes. Ja. En wat ga je ongeveer uitgeven vandaag? Iets van, ik weet niet, 50 euro denk ik. Dat is een mooi streven toch? Ja. En voor jou? Ja, ook zoiets. Hetzelfde. Ja. Okay. Dat is een hele goeie. Ja, ik denk tussen de 200-300 euro wel. Dat ligt een beetje aan de situatie waar je heen gaat en dat soort dingen. Breda Nu. Je weet het meteen.